Vandaag is het zover. De race waar we het afgelopen jaar naartoe hebben gewerkt, gaat eindelijk van start. We zullen zo meteen vertrekken in de volgorde waarin we gisteren hebben gekwalificeerd. Dat betekent dat Top Dutch uit Groningen als eerste zal vertrekken, daarna Vattenfall, daarna Agoria en daarna wij. De etappe die ons vandaag staat te wachten is 475 kilometer lang en heeft 3900 hoogtemeters. Het hoogste punt van de etappe ligt op 1850 meter. Vandaag gaan we vooral kijken hoe het allemaal gaat uitpakken. We gaan voor het eerst zien of we daadwerkelijk de uitgaven die we verwachten zullen hebben. Of dat we het slechter of juist beter doen. Ik denk dat we ook voor het eerst echt kunnen zien hoe andere teams dit gaan aanpakken. Niemand heeft deze race ooit eerder gereden, dus dat is nog wel spannend. En dan gaan we kijken hoe wij daartussen terechtkomen, hoe we presteren. Ja. Het is een spannende dag. Yes, Tim, we staan bij de start. Ben je klaar voor? Zeker. Ik ben rustiger dan ooit. Ik zit volle focusmodus, dus kom maar op. Super, heb je vertrouwen in dat het goed gaat komen, de eerste stint? Ja, zeker. Het technisch team heeft hard gewerkt voor de auto. Alle vertrouwen in de auto is nooit veranderd. Ja, super. Nou, veel succes en geniet er ook van, zou ik zeggen. Dankjewel. Komt goed. We staan hier langs de weg, net buiten de stad Agadir, om een wielklep te verwisselen. De coureur die hoorde iets aanlopen. Dat is niet helemaal gepland, dat is niet wat we verwacht hadden. Dus dat wordt nu op de achtergrond hier snel gefixt. En hopelijk kunnen we dan snel weer doorrijden en onze weg vervolgen op de eerste etappe van Solar Challenge Marokko. Paul, je komt net uit de auto gekropen. Hoe was je eerste stint voor Solar Team Twente? Ja, het viel me mee. Ik had erg verwacht qua vermoeidheid en dorst. Dus dat viel mee. Oké. Nou, dat is hartstikke goed. Tevreden over het? Ja, natuurlijk ben je tevreden over hoe het nu te loopt. Maar goede hoop voor vandaag verder nog? Ja, we hebben alweer één race voor ingehaald en we zitten dicht op de volgende. Dus ik heb er volste vertrouwen in. Top, super om te horen. Dankjewel. We zijn aan het einde van de eerste etappe van Solar Challenge Marokko. Vandaag was een ontzettend uitdagende dag. Met een onverwachte fix in het begin, maar daarna hebben we gelukkig erg soepel door kunnen rijden en een inhaalslag kunnen maken op Vattenfall Solar Team en Top Dutch Solar Racing. Agoria Solar Team staat vandaag nog bovenaan, wij staan op de tweede plek en Vattenfall Solar Team op de derde plek. Wat morgen gaat brengen is nog spannend, maar wij zijn er zeker bij. Bedankt voor het kijken en tot morgen!